Halverwege de Tjarda-bocht. Drie lengten voorsprong voor Virtual Paradise. Virtual Paradise, tweede plaats erachter voor Barcelona Derby. Aan de buitenzijde komt Beatnik Turgo en achter hem aan komt Alinor. Alinor denkt, hey, dat is John de Leeuw, die zit vroeger altijd achter mij. Nu zit ik achter John. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Virtual Paradise. Aan de buitenzijde komt Beatnik Turgo, daar komt ook Alinor. Ze gaan op weg naar de streep. Hij is er nog niet, Virtual Paradise. Virtual Paradise staat bijna stil. En op de streep zou hij het net wel eens verloren kunnen hebben. Beatnik Turgo of Virtual Paradise. Het scheelt een neusje. Derde plaats voor Alinor. Het uitslag is officieel, dames en heren. Winnaar is geworden paard nummer 7. Beatnik Turgo, John de Leeuw. De tijd 1:17:05. 1:17:05 voor Beatnik Turgo en John de Leeuw. Peter Delen, zijn eerste overwinning op Nederlandse bodem. Ja, dat klopt. We hadden wel een keer in Frankrijk met hem gewonnen. En de laatste keer was hij 4 in Vincennes. En met echt een onmogelijke koers. Dus we hadden er wel hoop op dat dit goed zou gaan. Maar zo'n eindsprint had ik ook niet verwacht. Hoe zijn jullie het paard op het spoor gekomen? Nou, we zijn een keer naar een claimkoers geweest. We hadden wat films van hem gezien. En toen liep hij in die claimkoers, maar toen sprong hij bij de start weg. En dan worden ze niet getoond, hè, want de eerste 5 worden getoond. Maar toen liepen we Fred Likje tegen de lijf, die nogal goed Frans kan. En toen zijn we alsnog naar de trainer gegaan en we het paard bekeken. En we hebben hem alsnog meegenomen, ja. En blij mee? Heel blij mee, ja. Echt super. Peter Delis, de man achter Stal PD. Hij ziet hier zijn Beatnik Turgo winnen. 5 jaar deze bruine ruin, Otello Pergie uit Arp Door. Frans gefokt in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de winnende trainer en rijder. En Stal PD heeft zich ook op de veilingen weer niet onberoerd gelaten. Bas Krebas' stal is met 6 zeer kapitaal gefokte jaarlingen mooi uitgebreid. En we gaan nu over tot de huldiging van Beatnik Turgo en John de Leeuw. Recent als record gelopen hier op de baan van Victoria Park. En nu vandaag ook nog een hele mooie overwinning. John, je kijkt een beetje angstig. Is een beetje een domme Fransman? Nou, nee. Maar hij werd een beetje paniekerig. Dus daarom ben ik de binnenbaan op gegaan. Maar ja, dan komen die paarden allemaal langzaam heen en dan wordt hij een beetje druk. Ja, je kende hem nog niet? Nee, maar vandaag heb ik hem leren kennen. Was het waar wat Bas zei? Je hebt niks in je handen en ineens gaat hij? Ja, absoluut. Ik heb aan de overkant dacht ik, nou ja, hij is leeg of weet ik veel wat. Maar Bas had al gezegd, hij blijft doorgaan. Dus dan bleef ik ook maar doorwerken. Geef een applaus, mooie winnaar van de NDR Trofee. Trotteur Français, Silver Challenge. Beatnik Turgo, John de Leeuw. Amigo de Valère heeft weinig gehad aan de voorgift. Barcelona Derby begint met de galoppade, de favoriet. Barcelona Derby is moeilijk in de draf te krijgen. En die verliest heel veel meters. En de paarden gaan op weg naar de eerste bocht. En daar is Dion Tesla als eerste met Uragami. Komt aan de buitenzijde al naar voren. Virtual Paradise, die wil die leiding wel graag hebben. Nummer 2 galop. Asma Ziek ging van de benen. Derde plaats is erachter voor Amigo de Belair. Vierde plaats aan de buitenzijde voor Talismano Plessis. Vijfde ligt Valedas. En daarnaast Beatnik Turgo. En daarachter ligt Alinor met Jos Verbeek. Achterstand van ongeveer 60 meter voor Barcelona Derby. Paarden komen de rechte lijn voor de tribune. Er hebben nog 2 ronden te gaan, dus de favoriet kan nog wel aansluiten. Of die dan ook nog een dwingende rol kan spelen, is de vraag. 2 ronden te gaan nog en Virtual Paradise die leidt. Daarachter ligt Uragami. Dan een gaatje naar Amigo de Belair. Aan de buitenzijde Talismano Plessis. Dan Valedas, die daarnaast aan de binnenkant vast ligt. En Kooiman probeert Talismano Plessis in de hoogste versnelling te krijgen. Het resultaat is averechts. Hij valt een beetje terug nu. En zo gaan de paarden de rechte bocht door. De leiding in handen van Virtual Paradise vlak daarachter Uragami. Gaatje wordt wat kleiner naar Amigo de Belair. Die doet heel erg zijn best. Daarachter Valedas, daarachter Beatnik Turgo. Dan ligt Alinor daar vlak achter. Aan de buitenkant valt Talismano Plessis verder terug. Is nu binnendoor ingehaald door Barcelona Derby. En daarachter ligt alleen nog de uitgeschakelde Asma Ziek. Paarden de rechte lijn overzijde. Voorste 2 paarden zijn nog altijd een stukje weg. Leider is Virtual Paradise. Virtual Paradise, daarachter Uragami met Tesselaar. En daarachter Mats Wester met Amigo de Belair. Vierde plaats is voor Agapostumus Valedas.
Vijfde plaats John de Leeuw. Die ligt daar met Beatnik to go. En dan Jos Verbeek met Alinor. En laatste van het peloton is Barcelona Derby Kurt Roeges. Een paar lengte daarachter. Talismano Plessis en Tom Kooijman. Paarden ronden de bocht. Tempo ligt blijkbaar hoog, want ze lopen niet in op de koplopers. De voorste twee liggen nog altijd een lengte of 3-4 voor het veld. Virtual Paradise, daar komt aan de buitenkant nu naar voren Barcelona Derby. Barcelona Derby, en dat heeft Valadas ook gezien. Ja, Valadas niet zozeer, maar de rijder wel, Hage Postumus, die vangt hem op. En zo komen de paarden de laatste ronde in. Leiding is in handen van Virtual Paradise. Hevingen kijkt op zijn klok, maar hij weet ook, ik kan dit tempo rijden. Dat kan ik uren volhouden, maar als ze harder gaan, gaan ze er voorbij. Daarachter op de tweede plaats Uragami. Derde plaats is nu voor Barcelona Derby, die heeft nu al een geweldige koers gelopen. Daarachter ligt Amigo de Belair. Aan de buitenkant gaat ook naar voren Valadas. Beatnik to go gaat mee. En Alinor doet nog helemaal niks in de start van het veld met Jos Verweek. Vraag is of Jos nog wat van plan is. Dat moet dan snel gaan gebeuren, want ze zijn voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Leiding nog altijd in handen van Virtual Paradise. Daar komt aan de buitenzijde de aanval van Barcelona Derby. Die gaat naar de tweede plaats. Uragami ligt derde. Valadas ligt vierde. Jos Verweek is wat van plan, want daar gaat hij. Drie dik in de aanval. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. Virtual Paradise probeert weg te lopen. Pakt nu twee lengte op Barcelona Derby. Die heeft al een behoorlijke jas uitgedaan. Daarachter op de derde plaats Uragami. Dan Valadas. En een galopade aan de buitenzijde. Aan de achterzijde van Amigo de Belair. Halverwege de Tjarda-bocht. Drie lengte voorsprong voor Virtual Paradise. Virtual Paradise. Tweede plaats erachter voor Barcelona Derby. Aan de buitenzijde komt Beatnik to go. En achter hem aan komt Alinor. Alinor denkt, hey, dat is John de Leeuw. Die zit vroeger altijd achter mij. Nu zit ik achter John. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Leiding nog altijd voor Virtual Paradise. Aan de buitenzijde komt Beatnik to go, er komt ook Alinor. Ze gaan op weg naar de streep. Hij is er nog niet, Virtual Paradise. Virtual Paradise staat bijna stil. En op de streep zou hij het net wel eens verloren kunnen hebben. Beatnik to go of Virtual Paradise. Het scheelt een neusje. Derde plaats voor Alinor.